Hier bij het oorlogsmonument in Leiden vindt in de nacht van zaterdag op zondag van 13 op 14 juni 12 uur precies een bijzondere start plaats. De start van de ultramarathon van de 73-jarige Henk Vos. Een ultramarathon van 90 kilometer. Dat doet hij ter ere van oorlogsslachtoffers en in het kader van de Comrades Marathon die normaal in Zuid-Afrika plaatsvindt. Hij heeft deze marathon al 13 keer eerder gelopen en wil nu graag zijn 14e keer ook compleet maken. Door het coronavirus kan dat niet plaatsvinden in Zuid-Afrika, maar mensen mogen het virtueel doen op een eigen gekozen locatie. En Henk heeft ervoor gekozen om hier in Leiden te starten en van Leiden naar Bergen te gaan lopen en zo zijn 14e keer te gaan voltooien. In Zuid-Afrika is morgen de Comrades Marathon, maar door de coronavirus is alles afgelast. En toen hebben ze besloten om, het heet virtual, een soort van een computeriseerde nabootsing. En dat is al de voorheen legendische tijden kan jij inschrijven en dan in je eigen omgeving hardlopen die afstand van 90 kilometer. En dan kan je vergelijken hoe het voorheen is ook afgelopen. En zo, het is een beetje wereldwijd nu. Ze hebben over de 30.000 deelnemers, toen ik laatst keek, ingeschreven. Er zijn verschillende afstanden te kiezen. 10 kilometer, 25, 45 en dan 90 moet ik doen. Ik heb voorheen 13 Comrades Marathon medailles. En ik weet niet of ik superstitious ben. Hoe heet het in Holland? Je weet wel wat ik bedoel. En dan als ik deze, iedereen krijgt een medaille als die afstand voltooid wordt. En dan heb ik dan 14 bereikt. Daar zie ik naar uit. De oorspronkelijke Comrades Marathon was begonnen door iemand die in de Eerste Wereldoorlog zijn legers die gesneuveld waren te herdenken door iets uitputtend te bereiken. En zo is de Comrades Marathon in 1921 begonnen. Wat verwacht je van je tocht? Wel, ik hoop dat ik uiteindelijk in een goede conditie daar aankom bij de Ruïnekerk en dat het gefilmd wordt en dat er een verhaal kan verteld worden. Voor ik wegging van huis af heb ik al mijn batterijen opgeladen tot vol. En daarom, het is een beetje bang of angstig, want al dat neemt gewicht in beslag. Kun je vertellen over wat jouw band met Leiden is en met de Leiden Marathon? Oké, ik ben 2 keer de laatste hardloper en de feest en de viering had ik nooit verwacht. En daar was je toen ook bij, dat is die mensen allemaal op mij hebben gewacht. En al die politiemotors om me heen en sirenes en die confetti kanonnen. Als ik het in 16 uur kan bereiken, dan ben ik dolgelukkig. Maar ik heb dan nog 8 uur te goed. De tocht van Henk van Leiden naar Bergen kende vele obstakels. Zo verdwaalde hij onderweg naar Amsterdam. Hij kwam via een doodlopende weg in een verlaten weiland terecht. En hij werd door de politie van de snelweg geplukt. Maar de politie was zo goed om hem van de snelweg te escorteren, zodat hij zijn tocht kon volbrengen. 22 uur na zijn vertrek uit Leiden lukte het hem om de 90 kilometer te voltooien. Niet bij de Ruïnekerk in Bergen, maar bij de grens tussen Uitgeest en Castricum. En daarmee kwam zijn droom uit om nog eenmaal de Comrades Marathon te voltooien.